allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij Need for Speed Heat. En vandaag gaan wij van de ene GT3 auto over op de andere. Want dit is de Porsche GT3 RS. En in de laatste video gebruikten wij dus die GT3 Ferrari. Of in ieder geval de GT3 kit. Dus mooi bruggetje. Ja, ik heb wat nieuwe events unlocked. Ik ben inmiddels level 31 geworden. Ik zat eraan te denken om nieuwe performance parts op onze auto te gooien. Die hebben wij dus de vorige keer unlocked. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat wij momenteel even lekker door blijven sparen. Geld blijven verdienen. Zodat wij binnenkort weer iets nieuws kunnen kopen. Zoals bijvoorbeeld die Aventador die achter ons staat. Zou kunnen. Maar ja, we gaan eens even naar buiten. We gaan eens rijden met de Porsche. Wij moeten over op dagraces volgens mij. Here we are. Ik vind persoonlijk deze auto fijner rijden dan die Ferrari. Kijken of ik dat nou nog steeds vind. Maar wat ik me herinner, was dit ding echt super chill. We hebben twee stories. Klopt, we hebben er drie. Ik zie er letterlijk drie op de map. Liars. We hebben er hier eentje. Driving story. Maar wat ik wilde doen was, ik wilde hier naartoe gaan. Naar Breaking the Law. Dat klinkt wel klinkt dat leuk. Krijgen we $28.000 voor. Misschien hebben we ook, even gaan kijken voor drifting, maar... bijna $15.000 voor die race. Dat is wel lekker, hoor. Dat is wel lekker. En even zien. Ik denk dat ik ook voortaan vaker... oh, al die dingen mee moet pakken. Zoals hier dus, een billboard. Want ik moet ze uiteindelijk toch allemaal zien te vinden. Ja, als ik er dan toch langs rijd, kan ik ze best maar gewoon gelijk even meepakken. Daar heb je ook een stuntje. De hele map staat ermee vol. Want natuurlijk heel erg nice is. En oeh, ik sprong er bijna overheen. Ik denk dat ik wel weer kan zeggen, inderdaad, vol overtuiging. Dit ding. Wow. Dit ding gaat beter dan die Ferrari. Zeker, zeker. Welke je nou daadwerkelijk mooier vindt, dat laat ik over aan jullie. Laat het maar achter in de comments. Welke vind je vetter, de Ferrari of de Porsche? Ik persoonlijk de Ferrari. GT3 kit is gewoon heel erg bijzonder. Maar, deze mag er ook wel wezen. Kan ik hier gewoon rechtdoor, denk je? Ja, we kunnen gewoon deze kant op. Okay. Ja, die TomTom die heeft niet altijd de juiste route. En dit is de snelste weg. Had plat. Over het golfterrein heen. Oké, okay, dit ding is niet heel erg snel off-road. Hier zijn we dan weer. Ik zie hier ook weer een collectible. Ik weet niet... ja, hier ook. Sneaky, sneaky. Ook zo random trouwens. Waarom? Waarom zijn dit van die gekke vogels? Wat heeft dat met Need for Speed te maken? In plaats van dat het een of ander Need for Speed logootje is of zo. Dus, makes no sense. We gaan het doen met de Porsche. Breaking the law. Oké. Okay. Volgens mij kan je een cutscene. Juist. Kijk, twee Porsches. Een mooie RWB. Van Anna. Kijk, wat ik heel irritant vind met deze dingen is dat die AI zo gigantisch traag rijdt. Dus ze weet niet waar ze heen rijdt door! Ik kan niet echt kort uitleggen hoe het verhaal nou in elkaar zit, maar het komt er in ieder geval meer dat er wat corrupte agenten bij zijn. Lang verhaal. Oh, hier is de squad. Nou, wat gaan we doen? Ik zag al een Vipertje. Volgens mij zag ik ook een Lambo. Oh, dat is gewoon een race. Nee, dat is geen race. Wel een race. Ah, natuurlijk. Oké, oké, oké. Die Ferrari trouwens. Welke kit is dat die daar naast mij staat? Oh, dat is een 488. Ah, van Ciao Ciao. Ik denk wel, hè? Dat is een andere kit. Maar dat is een andere auto. Oh. Wat een gekke baan. Wat? Ja. Het komt dus op neer dat wij de aandacht van de politie moesten trekken. We hebben nog gelijk heat level 3 nou. They're coming. Dus ik neem aan dat wij de politie... wij moeten de aandacht trekken van de politie. En oh, pas op. De... en dan moeten we ze daarna ergens naartoe loodsen of zo? Oh, dat was prachtig. He dead.
Yo, ik ben de politie al bijna kwijt. Is dat de bedoeling? Wauw, oké. Okay. Kijk jongen, het stelt niks voor dit. Dit is een politieauto, of niet? Juist. Nice. Nice. Hey, de mazzel! Yo, we rijden hier bijna 300. Daar zullen ze toch moeite mee moeten hebben, lijkt mij. Ik ben altijd bang dat ze rechter maar in gaan rijden. Er zijn trouwens blokkades op de map, zie ik. Die kun je gewoon zien. Ik wist niet dat je die kon zien op de map. Dat is wel fijn. We zitten nu op de helft van de race. Het is best een lange race dan. We rijden wel lekker vooraan. Niet super ver. Ze zitten toch kort achter mij. You're killing it. I know. I know. Oh, shit. Zag je dat? Dat scheelde weinig, man. God damn. En... off-roaden, daar zijn we niet zo heel snel mee. We zijn kei gek. Oh, we zijn heat level 5! Ik wou net zeggen, we zijn helemaal gek geworden, maar dat verklaart een hoop. Run these punks into the ground. Ze zijn uit op ons bloed, boys. Ze zijn helemaal gestort. Almost there. Ja, wat ik eerder dus al zei. We zijn ze echt aan het blokken. Ik ben ze aan het kwijtraken. Ik ben veel te goed voor dit. Ik krijg gewoon door. Ik kan niet wachten voor die politie. Dan vertik ik. En hier is de finish. Kijk eens aan. En dan rijden we door naar onze objective. Is dat ver weg? Of is dat hier? Maar niet uit, we race hebben gewonnen, dus op zich is dat niet zo'n probleem. Dan gaan we eens even kijken of die corrupte agenten hier nog zitten, want dat was de bedoeling. Van wat ik begreep. This is it, watch out. Ik ben alweer aan het escapen. Heb ik gelijk? Is dit het plot? Of heb ik het helemaal verkeerd begrepen? Dat is. Dat zijn al die auto's van de politie. Echt insane auto's trouwens ook. Oh! Kijk eens wat we daar zien. Oké. Mag erna. Waarom worden wij niet aangehouden trouwens? Hallo? Ik weet niet of we die BMW bij gaan houden. Dat ding is sick. Dat ding is epic. En ik weet dat je die kan krijgen als je de story uitspeelt. Ik weet niet of dit het einde is. Lijkt me sterk, maar... Bam! Oef! Dat was een flinke stoot. Kom maar. Kom maar bij papa. Ja, we werken dus samen met de politie, blijkbaar. Dat kan me nog herinneren, inderdaad. Die had zijn chick op een motor als een politieagent. Oh, yeah. Ik vind het wel vet dat ze die M3 terug hebben gebracht. Dat vind ik echt super tof. Zo kan ik wel graag een linkje zien met bijvoorbeeld de oude Most Wanted ofzo. Dat er meer een link zat qua story. Want nou, het is zo random. Wat heeft die auto er eigenlijk mee te maken? Helemaal niks. Bäh! Bäh! Oh! We almost got him, boys. Bäh! Het is een kwestie van tijd nou. Het is een kwestie van tijd. Wat ik wel raar vind is dat er nou ineens helemaal geen politie meer is. Hoezo is de politie ineens verdwenen? Oh! Hij heeft niet eens HP! Yo, dat is letterlijk één briesje en hij is kapot. Wait, what? Are you kidding me? Hij krijgt het gewoon voor elkaar. Hij komt gewoon weg. Oh, oké, dan is hem dit. Ha, bam! Oh, zag hem wegvliegen. Got you now, bitch.
Ik zou gaan rennen, vriend. Dat was die agent. Agenten. Vrouw, hè? Perfect timing. I need to get out of here fast. Hands up! You? Taurus? Ava? Zij werkte dus samen met ons. Things could go real bad. For both of us. I agree. Wait, what? Niet! Ik dacht ze... Oh, oké. Okay. No way. No. Schoot! Nee. Ze schoot niet. Kijk, dat was wat ik in de... In de eerste video zei. Het zou veel vetter zijn als die story echt wat darker zou zijn, zeg maar. Ah, we hebben bijna geen RP. Dat is zo zonde, man. Oh, dat is zo zonde. Als we deze race gestart hadden, met een hoop XP bij voorhand, hadden we zoveel kunnen krijgen. Zo gemiste kans dit. Dit is zo zonde. Maar ja. It is what it is. Nieuwsberichtje. Nieuwsberichtje. I said it. Merciless. Today, police ended their search for the former head of the high-speed task force, okay. Frank Mercer. Zij is gearresteerd. Ik kan het zeggen, hij wordt niet neergeschoten. Zou wel vet zijn. To be recovered, the former officer is believed to be dead. Wait, what? More than a week ago, that the disgraced lieutenant attempted to escape police custody with a fleet of stolen high-performance vehicles. And almost succeeded, were it not for the actions of a notorious, but as yet unnamed, street racer who aided in the recovery of the cars, which a subsequent investigation revealed had been illegally impounded in a targeted operation spanning several months. Now, following the scandal, the task force has been swift to address public concerns and appoint a new officer in charge. They made this statement earlier today. Weet je wat vet zou zijn? Thank you. Oh, dat zei. For too long, Frank Mercer has used this department for his own benefit. But not anymore. But not anymore. This time, those resources were put back to their proper use. To end street racing. Under Frank Mercer's watch, this crime was allowed to flourish. Under mine, it will end. Ik vertrouw haar niet. Zij is achterbaks, hoor. I don't like her. Het zou vet zijn als ze juist nou die... Die agent van Need for Speed Carbon zou komen. Dat zou zo sick zijn. Gemiste kans, wederom. Come on, jongens, come on. Ik heb zo'n goede ideeën, kom naar mij toe. Hebben wij nou de beamer gekregen? Ah, goddammit. I'm not driving this. After what happened to your last couple cars, you should be grateful. She's perfect for someone just starting out. Maar heeft ze die Porsche niet meer dan, die rode? Luca, I'm in the league. If I show up in this thing, they're gonna laugh me off the road. You might be big time now. You'll always be my little hija. Mira, venga pa' acá. Dame tranquila, no. Goodbye, goodbye. Oh, wow. Zeg niet dat ik daarvoor betaald heb, hè. Ik heb geen geld. Ja, mocht je het verhaal niet gezien hebben, zij heeft deze auto dood losgereden. Still gonna need all the help you can get. Does that mean you're joining our crew? We'll stick by in the track. You know, maybe dusting off some of my old moves. Nice. You wanna go for a spin? Let's go. Hey, so you two look out for each other. People from all across the state wanna race you now. Plenty of other people who are out to stop you. Tougher than ever. So if you're gonna get into trouble, don't get caught. Don't get caught. Ik vraag me nou af of wij die BMW nou hebben gekregen. Want ik weet dat je die kan krijgen. Thank you for playing. Dat was letterlijk het einde. Oh, wow. We hebben nou de CM3 unlocked, right? Level up! Ja, kijk eens aan!
The Legends Edition. Fuck yeah! Oh, hell yeah. That thing is sick, dude. The League dropped off a little thank you for helping get the cars back. The League. Congratulations, you're now the legend on the street of Palm City. Max out your rep at level 50, take all your cars to max performance level, or find the last collectible, challenges, and secrets. Okay. We hebben dan dus nog steeds missies, maar dit was echt puur main story. Ik heb echt zo'n gigantische spijt dat ik dit niet anders heb aangepakt qua let's play achter iets. Want had ik heel makkelijk kunnen let's playen dit, maar dat wist ik dus niet. Ik wist niet hoe dat zat met die missies. Maar ja, weet je wel, genoeg gehuild. We hebben dan wel deze prachtig mooie M3. Die pakken wij er eens eventjes bij. Dat ding is zo dik. Dat ding is zo nice. In de nacht natuurlijk. Let's be real. Come on. Hier is hij dan. The one and only. What do you say we go hunting around the city? Oh, dit is traag. Dit ding heeft nog wel wat upgrades nodig hier en daar. Dit ding heeft wel wat hulp nodig. Not gonna lie. Hoor die whistle. Ja, dit ding is niet heel erg snel. Weet je wat ik kan doen? Ik kan denk ik hier... ik kan hier epic upgrade parts opzetten. Die kan ik waarschijnlijk daarna afhalen en op mijn Ferrari zetten ofzo. Waardoor ik het allemaal niet dubbel hoef te kopen. Dat kan op zich wel een goed idee zijn. Maar dan kun je natuurlijk wel nou een race mee gaan doen. En dat snap je wel. Ik zie ook een politieagent. Hallo officer! Wat doe jij hier? Hallo? Totaal geen verdachte praktijk hier. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Staat er gewoon te kijken. Night and day. Oké, performance parts. Ja, ik kan dus al dit kopen. Dan ben ik wel gelijk broke. Ik denk wel dat het verstandig is. Want onze volgende upgrade parts zijn pas weer bij level 43. En dat duurt nog wel eventjes. Oh, deze unlockje van heat races? Oh, dat wist ik niet eens. Oeh. Ultimate. Dan moet ik eigenlijk meer heat races doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Weet je wat? Je verdient in deze game meer dan snel genoeg geld. Dus ik vind niet dat je daar heel moeilijk over moet doen. Je moet gewoon kopen en een beetje plezier hebben. En niet overal te lang bij stilstaan van, ah, kan ik dit wel kopen? Ja, gewoon kopen, joh. Gewoon kopen. En toen was al mijn geld op. Oh, dat is zo vet. Die uitlaat aan de zijkant, hè. Nou zitten we trouwens ook weer hier bij deze garage. Dus dat is mooi. Want hier waren wij gevlucht eerder. Oké, we gaan eens kijken. We hebben hier een raceje. Dat is de Flying Dutchman. Zeer toepasselijk. Krijg je 15.000. Oh, dat is rap trouwens. Dat is rap. 15.000 rep voor dat. I'm in. Ik weet niet of ik deze auto wel heel fijn vind. Hij voelt een beetje raar. Hij voelt een beetje gek. Dit blijft echt een timeless auto. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die Most Wanted nooit gespeeld hebben en deze auto niet herkennen. Echt waar, jongen. Je hebt wat gemist. Here we go. Dit heeft ontzettend veel wheelspin. Dat viel me net al op toen we wegreden bij de garage. Best wel raar is. Ik dacht altijd dat die M3 GTS, dat ze all-wheel drive waren, maar dat zijn ze maar niet. Dat zou het wel echt zoveel beter doen. En ik kan me herinneren dat ik in Forza heb ik ook de M3 GTR en die heb ik toen all-wheel drive gemaakt en dat is echt zo fijn. Dat scheelt echt een hoop. Hij is trouwens wel snel, want we rijden al 320 en er zit meer in. Nog een keertje nos! Bap, bap! 340, op! En we rijden eerst. Kijk eens aan. Oh, ik heb zo'n hekel aan. Die auto's die dan eens midden op de weg gaan stoppen. Maar 340 is niet niks. Oh, sturen is alleen wel een probleem, denk ik. Dit ding stuurt echt voor geen meter. Misschien dat ik daar ook even wat moet doen met die live tuning. De race zit er alweer bijna op. We zitten alweer op 80%. Ik wil het niet toegeven, maar ik denk niet dat ik deze auto heel vaak ga gebruiken. Want ik vind hem helemaal niet fijn.
Maar hij is wel heel erg vet om te hebben. Ik ben ook blij dat ze al die, die oude niet-speed auto's in de game hebben zitten. Zoals... Oh! Ja, dat werkt! Zoals die, die Skyline van Eddie. En dan die 350 set van Underground 1. Deze van Most Wanted. Zal ik nou proberen om er even een kleine achtervolging te doen? Ik weet niet of dat verstandig is, want dit ding heeft niet die... Weet je dat? Die damage reduction. Waardoor deze auto heel snel kapot gaat door de politie. Maar ik wil het eigenlijk wel doen. Ik wil het eigenlijk wel doen. Ik zie politie, weet je wel, ik ga ervoor. We kunnen nou ook weer deze ramp gebruiken. Dit was waar we de vorige keer de politie hadden afgeschud. Dat werkt best wel goed ook. Waar gaan ze doen? Nee, deze, ik vind deze auto echt niet fijn rijden. Don't like it. Een beetje jammer dit, een beetje jammer. De politieauto rijdt letterlijk voor mij weg. Hallo? Ik ben hier. Zal ik hem rammen? Ik ga hem rammen. Waarom niet? Kom, 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 kom. Hè? Nee, het rijdt op! Hey, bitch. Nou, copchase started. Mijn auto is al bijna kapot. Dat is dus wat ik al bedoelde. Dit ding gaat snel kapot. Vooral als je vol gas in de muur rijdt. Get moving, everyone. Ik weet niet of het slim is om hier... Weet je wat, ik blijf even rond dit pompstation. Mocht ik snel moeten repareren, dan kan ik dat doen. Ik wil het nou nog niet doen, omdat ik er maar 3 heb. En ik denk dat ik ze hard nodig heb. Ik wil het sowieso naar heat level 3 werken, zodat we meer XP krijgen. Er zitten 5 auto's achter me aan. Naar heat level 2. Oké. Okay. Ik weet niet of dat zo eerlijk is, maar oké. Okay. Ik zal niks zeggen. Weet je wel? Brake check. Damn. Werkt dat? Oh nee, mijn ding is... dat bedoel ik dus. Ik kan letterlijk niks doen. Dat deed zoveel damage bij mij. Oh, water, water, water. Ik heb het niet op water. Ik ben al zo vaak in het water gereden. Dat is echt een plek die je bijna niet kan zien. Dus je rijdt over al die parkeerplaatsen en ineens heb je daar gewoon een rivier tussen. En... Oh, nee, nee, no! Niks aan de hand. Jezus, hey, level 3. Hey, how's it going? How's it going? Niet fantastisch. Doe met jou. Ik draai op. We gaan even kijken of we daar op kunnen. Ik kom nog bijna niet weg hier. Ik heb geen grip. Au, nee. Godsamme zeg. Nee, dat haal ik niet. Het zal het niet zo zijn. Het zit niet mee. Het zit niet mee. De politie komt er boven. Ik blijf proberen hier. Ik weet dat wij daar op kunnen springen. Ik weet dat wij het kunnen. Of we krijgen gewoon door. En ik ontsnap op deze manier. Dat kan ook. En er is niemand te verkennen. Oh, wauw. En hier is de garage. We did it. Wauw. Dat kan ook. Night ended. Oké, okay, volgens mij niet heel veel XP. 40.000 of zo. Zijn we wel level up, denk ik. Klopt dat? 16 keer 3? 4? 3. Ja, bijna 50.000. Level up. Kijk eens aan. Lekker. Nou ja, dit is geen fijne auto. Ik blijf erbij. Ik denk dat ik alle parts eraf haal en dat ik die op mijn Porsche zet of op mijn Ferrari. Wel weer een nieuwe auto's unlocked. 5 nieuwe auto's. 488. GT2. Aventador. Oeh, Murcielago. Oeh. Die vind ik wel vet hoor. Ik vind die Murcielago's nog steeds echt waanzinnig tof. Vooral de S4, dat is deze. Interesting. Ray of Light. Dit is een circuit race en je krijgt letterlijk een driftauto in de afbeelding. Strange. Weet je wat we beter kunnen doen? We kunnen denk ik beter gaan voor die off-road races. Dat heb ik al lang niet meer gedaan. Ik heb geen idee welk level mijn Subi is. Maar we gaan even een off-road race. Driften doen we binnenkort wel. Ik kan maar één ding zeggen. En dat is Forza, take note. Echt waar, die geluiden in deze game zijn echt insane. Ik denk niet dat ze het ooit zullen doen. Maar ik hoop wel dat ze er over nadenken. En we zijn gearriveerd bij off-road circuit race. Crazy Cowboy. Nou, we gaan sowieso een andere auto pakken. Zal aan te raden.
Ik weet dus niet of deze auto snel genoeg is, maar volgens mij wel. 205. Kijk hoe dit ding staat, jongen. Ik ben bijna hoger dan die Ford Raptor die naast mij staat. Ik hoorde trouwens dat die Ford Raptor best wel tegenviel. Dus die gaan wij niet kopen. Maar zoiets als een... Zo'n oh god. Dat kan wel leuk zijn. Zo'n Mini Cooper. Wat is dat, Countryman? Dat kan wel lachen zijn. En dit is letterlijk gewoon een cirkel. Of een cirkel, een ovaal. Zeer interessante race dit. 4 laps. Dit ding is zo traag ook als je nou van die andere auto's afkomt. Zelfs vanaf die BMW. Want die BMW viel tegen. Vooral die acceleratie viel eigenlijk tegen. Die topspeed was snel. Maar reed je 340 op een gegeven moment zo? Maar die acceleratie was niet echt je van het. Ik heb ze letterlijk allemaal gelapt. What the fuck zijn ze aan het doen? Ik speel op hard difficult. Daar is er soms niet vanaf te zien. Maar hey, I will take it. Dit was de winst. Ik weet niet hoeveel geld we verkrijgen. Niet veel, denk ik. Nou, verras me. 18.000. Ja, dat had ik al verwacht. Op zich valt het niet tegen. Dat is nog steeds best wel een lekker bedrag. Die auto die onder mij stond was level 320. En ik ben 205. En ik heb ze allemaal gelapt. I don't know. Interesting. Ik zie hier een billboard. Kunnen wij die even pakken? We gaan het proberen. We pakken dat billboard en dan beëindig ik de video. Ik had in ieder geval niet verwacht dat we vandaag die BMW zouden krijgen. Dus dat is een aangename verrassing. Daar ben ik wel blij mee. Aan de andere kant ben ik niet zo erg blij dat hij een beetje tegenviel. Maar ja. Woo! Eindjes aan. Helemaal mooi. Pak ik hier ook nog even een andere collectible. There it is. Zo. En we gaan het hier weer belaten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van een nieuwe video van Need for Speed Heat. En ik denk dat het nou echt een beetje erop neerkomt dat we gewoon lekker kunnen gaan sparen voor nieuwe auto's. Dus mocht je wat toffe auto's weten die ik moet gaan aanschaffen in de nabije toekomst, laat het zeker achter in de comments. En ja, ik hoop jullie heel snel weer te zien bij iets nieuws. Dus tot dan. En houden we.